Dames en heren, wat een plezier om weer in het vaderland te zijn. Ik ben 25 jaar geleden ben ik verhuisd naar Brussel voor mijn werkzaamheden bij de Europese Commissie. En België, kan ik u zeggen, is een ontzettend fijn land om te wonen, ook als Nederlander. Want je hebt weliswaar evenveel regeltjes, maar ze hoeven niet te worden nageleefd. Je hebt veel meer restaurants dan in Nederland en ze zijn over het algemeen van een veel betere kwaliteit. En de Belgen houden van Nederlanders, omdat ze zo direct zijn en zo goed efficiënt en alles prima organiseren. Maar er zijn momenten in België waar je als Nederlander beter niet in België kunt verblijven. Dat was 12 jaar geleden, maar ik zit nu in een periode waarin als ik thuis kom de hele straat rood is met geel en zwart. En dan heb je mijn kleine tuintje, er hangen wat oranje vlaggetjes. En je kunt je op dit moment maar beter niet als oranje man profileren in België, want ik vertel u, de Belgen die zijn helemaal uit hun dak gegaan. En ze doen het nog dubbel zo erg als de Nederlanders. Ik ben heel blij dat ik er één dagje aan heb kunnen ontvluchten. Om tussen allemaal oranje vrienden te zijn. Ik kon natuurlijk geen betere keynote speaker wensen dan Frank. Frank heeft de Europese boodschap uitstekend naar voren gebracht. Is ook een hele belangrijke ally in Brussel als het gaat over de discussies over SEPA en het betalingsverkeer. En ik kan er alleen maar heel blij zijn. Ik ben ook heel blij om te zien dat het meldpunt voor Poolse gastarbeiders is vervangen door een meldpunt voor SEPA-problemen. Dus ik zie allerlei ontwikkelingen in Nederland die de goede kant op gaan. Frank, jij begon je toespraak met een referentie naar wat er 200 jaar geleden gebeurd is. Dat kan ik als Europese commissieman niet doen. Zoals u weet is ons bestaan nog net niet 50 jaar lang. Dus er zijn nog niet zoveel verhalen te vertellen over het verleden. Aan de andere kant denk ik dat ik wel kan zeggen dat wat er in die bijna 50 jaar is gebeurd in Brussel immense gevolgen heeft gehad voor Europa, voor de welvaart, voor het welzijn, voor de economie en noem het maar op. En als ik dat dan even vertaal naar ons onderwerp van vandaag, het betalingsverkeer, zijn natuurlijk fundamentele dingen gebeurd die inderdaad ons heel dichtbij brengen bij een single European payment market, een volledig geïntegreerde markt met alle aspecten waar Frank naar heeft verwezen. De invoering van de euro, natuurlijk een fundamenteel, essentieel gebeuren, gevolgd door de cross-border regulation. Ik zal af en toe wat Engels gebruiken, omdat het jargon in Brussel is natuurlijk allemaal Engels. En soms heb ik moeilijkheden om de Nederlandse terminologie erbij te halen. Maar de cross-border regulation, die dus het beginsel invoeren dat voor cross-border betalingen dezelfde charges moeten worden gevraagd als voor domestic payments. Dus geen surplus meer als je cross-border betaalt. Gevolgd door de SEPA, het proces waar we nu middenin zitten en waar we binnenkort een einde aan hopen te brengen met goed gevolg. Dus ja, die geschiedenis, 50 jaar slechts, maar enorm veel gebeurd. En waar zijn we nu vandaag? Nou ja, zoals al werd genoemd door de voorzitter en door Frank, we zitten midden in de onderhandelingen over de betalingsrichtlijn, de PSD. De PSD2, zoals wij het in Brussel noemen, want het gaat natuurlijk om een revisie, om een update van de PSD1. De verorderde richtlijn in 2007 werd aangenomen. Is die update nodig omdat er in de huidige PSD grote loopholes zitten, problemen zijn? Nou, dat is eigenlijk niet zo. Eigenlijk is het de betalingsrichtlijn zoals die vandaag de dag is geschreven en wat toegepast, die werkt naar tevredenheid. Maar wat wij met de revisie voornamelijk willen doen is niet zozeer gaten vullen, mankementen repareren, maar is in de toekomst kijken. En zeker zijn dat voor de toekomstige ontwikkeling in het betalingsverkeer, en dat gaat natuurlijk enorm, grote innovaties zijn met veel meer concurrentie, veel meer players. Onze taak is voornamelijk om te zorgen dat het regelgevend kader waarin die ontwikkelingen zullen plaatsvinden, dat dat het juiste kader is. En dan raken we met name aan vragen over de veiligheid van het betalingsverkeer, de efficiëntie van het betalingsverkeer. En zeker stellen dat er een juiste equal balance is op het Europese betalingsterrein. Wat zijn onze key issues met die revisie van de betalingsrichtlijn? Voor eerst denk ik een betere bescherming voor de consument. En de consument die geconfronteerd wordt met steeds meer nieuwe ontwikkelingen, die zich vragen stelt als is het betalen met mijn mobile, is dat wel veilig of niet? Wat zijn de risico's als mijn rekening wordt gehackt? Er zijn een heleboel ontwikkelingen natuurlijk aan de gang die enerzijds innovatiebevorderend zijn, die het voor de consument de betaalervaring, de betaalefficiëntie doen toenemen. Maar er zijn natuurlijk ook risico's, omdat er aan de andere kant
van de Globe ook lui zijn. Die proberen natuurlijk rekeningen te hacken en de consumenten te bedriegen. En de vraag is natuurlijk hoe kan de wetgever ervoor zorg dragen dat in ieder geval die zekerheid van het betalingsverkeer is gegarandeerd. Door standaardisatie bijvoorbeeld, door andere eisen te stellen aan de deelnemers aan het betalingsverkeer. Zonder dat we zeg maar, de verdere ontwikkelingen van de technische zijde zouden gaan hinderen. De PSD probeert daar de juiste balans te treffen. Zoals u weet zijn de onderhandelingen in volle gang. En ik heb de indruk dat met een aantal maanden we met oplossingen zullen gaan komen die inderdaad de twee doelstellingen, dat wil zeggen innovatie bevorderen, concurrentie vergroten, maar tegelijkertijd ook de zekerheid voor de consumenten bieden, dat die tot een goed einde zullen komen. Een aantal key issues in de discussies die gaan over bijvoorbeeld de excepties die momenteel in de betalingsrichtlijn zitten. Die zijn opgenomen voor bepaalde types van betalingen of players op de betalingsmarkt die tot nu toe uitgezonderd waren van de toepassing van de betalingsrichtlijn. En wij willen graag die deelnemers op de markt onder de regels brengen van de PSD, zodat ze ook betroffen worden door regels over de bescherming, over de toezicht, om te zorgen dat alle deelnemers op die markt ook inderdaad een veilige omgeving aanbieden. Een voorbeeld is de exceptie die momenteel in de betalingsrichtlijn is voorzien voor telecom operators. De digitale vrijstelling, zoals we die noemen, waar een mobiele operator betalingsdiensten als een nevendienst aanbiedt. En wij stellen voor om die relatief grote uitzondering die momenteel is voorzien voor de telecom die in het betalingsverkeer deelnemen, om die wat te beperken. In die zin dat er een vrijstelling blijft bestaan, maar alleen voor mini-payments, zoals wij die noemen. Dus betalingen zeg maar, die niet groter zijn dan 20 euro per betaling. En zolang die betalingen maandelijks niet 200 euro overstijgen, zullen die telecom operators nog uitgezonderd blijven van de regels van de betalingsrichtlijn. Maar zodra die betalingen over die drempel heen gaan, dan zouden de telecom operators wel worden geraakt door de bepaling van de PSD. En dus ook licenties moeten hebben en alle prudential measures en zo over hun dak krijgen. Het Europese parlement is nog wat ambitieuzer dan ons in die stellen voor de drempel van die exceptie met 50% te verlagen, zodat nog meer telecom operators onder de PSD zouden toepassen. Maar die discussie die loopt nog en hoe die gaat aflopen is op dit moment moeilijk te zeggen. Een ander interessant issue in de PSD is over de automatische incasso. U weet dat momenteel het regime zodanig is dat consumenten een onvoorwaardelijk recht hebben op terugbetaling in geval van automatische incasso. Tijdens de jongste discussie in de Raad en het parlement blijkt dat er ook lidstaten zijn die daar uitzonderingen op zouden willen zien voor de zogenaamde niche products. Een voorbeeld in Nederland is over de automatische afschrijvingen voor de staatsloterij, waar men toch niet onvoorwaardelijk recht op terugbetaling zou willen zien. Een heikel probleem, een zaak waar ook heftig over wordt gedebatteerd in de Raad in Brussel, maar ook in het parlement. En ook hier kan ik u vandaag nog niet zeggen hoe deze discussie zal aflopen. Een tweede key issue van de onderhandelingen dat gaat over de verbeterde betalingszekerheid. Waar met name de hele sterke authenticatie van de betaler het key issue is. En vooral als het gaat over internetbetalingen. En in deze context moet ik natuurlijk ook even vermelden dat we hele belangrijke discussies voeren over die betalingszekerheid in de context van de Europese Centrale Bank. De Secure Pay Group, zoals die groep heet, die heeft allerlei guidelines ontworpen. En die guidelines die worden in de Brusselse onderhandelingen natuurlijk meegenomen. En zullen waarschijnlijk uiteindelijk ook via een soort secundaire wetgeving, of door middel van guidelines, door de European Banking Authority worden omgezet in concrete aanbevelingen, guidelines of misschien wel implementing regulation, de secundaire wetgeving. Natuurlijk moeten de betalingsdienstaanbieders ook de nodige maatregelen nemen om betalingen veilig te maken. Want bij gebreken daarvan zullen deze in geval van ongeautoriseerde online betalingen verantwoordelijk gesteld worden en bedrogen consumenten te dienen vergoeden. Het is heel duidelijk dat in Brussel
het belang werkelijk wordt gelegd bij de consumentenbescherming, veel meer dan bij de banken. Dus als we het gaan hebben over risicospreiding in het betalingsverkeer, met name internetbetalingen, is de tendens toch wel heel duidelijk om de verantwoordelijkheid en de risico's bij de bank te leggen en niet zozeer bij de consument. En het key issue daar is natuurlijk de hele sterke authenticatie van de betalers die de banken moeten voorzien. Ik denk dat het meest controversiële onderwerp is al aangestipt door Frank. Dat gaat over de openstelling van de betalingsmarkt voor de zogenaamde third-party payment providers. Dus derden die betalingsdiensten aanbieden, met name in de internetsfeer. En wat wij als commissie ons ten doel hebben gesteld is inderdaad die betalingsmarkt open te gooien, meer concurrentie daar binnen te laten. En met name jonge innovatieve bedrijven ook een kans geven om de activiteiten die al door sommigen nu worden uitgevoerd in Europa, het assisteren van de retailers en de consumenten bij het doen van betalingen, om dat te stimuleren. Maar tegelijkertijd ook te zorgen dat vanaf de aanname van deze richtlijn ook die spelers op de markt onderworpen zullen zijn aan bepaalde principes, supervision en ook bepaalde veiligheidsnormen zullen moeten respecteren. Het is niet zo dat er tot nu toe grote problemen zijn geweest. We kennen de voorbeelden van in Duitsland Sofort, in Scandinavië Trustly, in Nederland minder vergelijkbare instellingen. We hebben een hele discussie met onze Nederlandse vrienden gehad over de Ideal, wat geen third-party provider is in de zin van onze wetgeving, maar wel een zeer effectief en zeer veilig betaalsysteem. Deze discussies die focussen dus vooral op de vraag hoe kunnen wij zekerstellen dat als er in de toekomst meer van deze service providers komen, dat die betalingen die zij uitvoeren en het consulteren van de rekeningen van de consument om te zien of er voldoende saldo is om de betaling te doen, hoe kunnen wij zorgen dat dit allemaal in een veilige omgeving geschiet. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Ik heb overigens in deze discussie ook een van mijn stokpaardjes in het Brusselse ingevoerd, probeerde ik in te voeren, en dat is dat wij die discussies doen volgens het aloude poldermodel. Toen ik deze job aannam een jaar geleden, viel mij op dat er in Brussel nogal erg veel contacten waren met de bankenwereld. Er waren veel minder contacten waren met consumenten en retailers. En dat leek mij geen goede zaak. En ik werd natuurlijk ook gesterkt in mijn gevoel dat we meer breder overleg zouden moeten voeren op een soort poldermodel. Door mijn eigen commissaris Barnier, de Fransman. Die ik overigens niet heb kunnen uitleggen in het Frans wat poldermodel nou is. Althans, ik heb niet een Frans synoniem kunnen vinden. Model de polder, maar dat sloeg niet echt aan. Ik heb ook nog niet het juiste woord gevonden. Ik heb het maar het model de campagne genoemd, maar het is misschien toch een beetje denigrerend voor het Nederlandse model. Maar in ieder geval, Barnier die was daar helemaal mee eens. En u heeft misschien ook wel uit de pers vernomen dat op een gegeven moment commissaris Barnier al zijn ambtenaren die in de financiële sector werkten, heeft verboden gedurende 2-3 maanden om met banken zelfs contact te hebben. Dat komt niet door mij, dat wil ik absoluut hier niet pretenderen. Maar het was wel zo dat Barnier en de commissie zeer bezorgd waren over het feit dat de ambtenaren van de Europese Commissie meer tijd bezig waren met het overleg met banken en lunches en dat soort zaken dan met het formuleren van wetsontwerpen en beleidsnota's, waarbij bovendien toch wel enige input van de andere kant van het betalingsspectrum ontbrak. Dus Barnier heeft een ban gelegd gedurende 2-3 maanden. Dat was overigens niet in het raam van de PSD natuurlijk. Dat ging over het Liikanen-rapport en de opvolging daarvan, waar al te veel elementen al lekten voordat überhaupt de commissie de follow-up had aangenomen. Maar die ban heeft ertoe geleid ook dat ik ook rond mij heen heb gezien in de verschillende andere beleidsafdelingen dat er toch een rebalancing is geweest en zal ook komen ten aanzien van de stakeholders die wij consulteren en de wijze waarop wij dat doen. Dat wil niet zeggen dat we met de banken minder zullen gaan praten, absoluut niet. Maar het wil wel zeggen dat als wij met klankborden gaan werken, dat daar toch wel vanuit heel wat meer verschillende ooghoeken geconsulteerd zal gaan worden. Verschillende disciplines dan alleen de bankensector. Waar zijn we nu met die PSD2-discussie? Ik had het al over die TPP's. Ik denk dat het resultaat van die discussies gaat zijn dat er uiteindelijk inderdaad wel een opening gaat worden gecreëerd voor de third-party providers, maar dat er wel een aantal elementen zullen worden toegevoegd aan de commissievoorstellen die initieel nogal licht waren. En dat was niet vanwege een naïeve approach, maar dat was meer omdat wij de knuppel in het hoenderhok wilden gooien om eens te kijken hoe de markt daarop zou reageren. Dus wij hadden een heel licht regime voorgesteld.
waar we zeiden van, nou ja, vandaag de dag geven consumenten hun codes al af, hè, aan de third parties, zonder enige gêne, en die voeren die betalingen uit. Er zijn nog nooit problemen geweest, dus waarom zouden we dat niet gewoon codificeren en tot de standaard verheffen? Uiteraard is in de discussies gebleken dat er veel meer haken en ogen zitten aan het toelaten van derden in het betalingsverkeer. Ik heb nog 5 minuten, zie ik. Nou, dat ga ik absoluut halen. Maar er zullen wat voorwaarden worden gesteld aan de deelnemer van de TPP's. Met name zullen die TPP's, als de onderhandelingen voortgaan zoals ze nu gaan, in de toekomst een licentie moeten hebben voor het verlenen van hun betalingsdiensten. En ze zullen dus onder toezicht moeten staan van de supervisory authorities. Net als andere betalingsaanbieders zullen TPP's ook de bevoegde nationale autoriteiten moeten voorzien van een risicoanalyse met bijbehorende maatregelen om de geconstateerde veiligheidsrisico's te beperken en of te vermijden. Bovendien zullen ze ook de financiële capaciteit moeten hebben om zich te wapenen tegen aansprakelijkheidsvorderingen. En met name zal vereist worden in de toekomst dat dergelijke TPP's ook een verzekering zullen moeten afsluiten voor de risico's die ze lopen. Daarnaast zullen ze natuurlijk alleen hun diensten kunnen aanbieden na uitdrukkelijke toestemming van de consument. Tenslotte zijn wij van mening dat ten aanzien van de business models, dat de TPP's hun eigen business models kunnen gebruiken zoals zij dat wensen, maar dat er wel aan een aantal voorwaarden zal moeten worden voldaan. En dat wil zeggen dat de consument bijvoorbeeld niet mag worden gevraagd zijn herbruikbare pingegevens te delen met de TPP, maar alleen eenmalig bruikbare veiligheidscodes moeten gebruiken. Dit zijn een aantal zaken die nog in onderhandelingen zijn, in discussie. Maar ik vermoed wel dat uiteindelijk het resultaat zal zijn wat wij ons gewenst hadden. En dat is innovatie bevorderen, meer concurrentie in dit gebied en de veiligheid voor de consument waarborgen. Over de interchange fees kan ik kort zijn. Dat voorstel ligt nu al een jaar op tafel. Maar de Raad heeft het debat nog niet aangevangen. Omdat voorkeur werd gegeven aan de bankunie en aan de PSD-discussies, dus er is nog weinig gebeurd. Het Europese parlement heeft wel al een opinie aangenomen over dit voorstel. En grosso modo kan ik zeggen dat het Europese parlement het voorstel volledig steunt. De mobiele betalingen. Dat wordt vandaag natuurlijk in specifieke groepen allemaal bediscussieerd. Wij hebben in een paar maanden tijd een hele intensieve werk verricht op mobile payments in een interservice taskforce. Dat wil zeggen, we hebben de key diensten van de commissie hebben een aantal maanden lang de situatie in Europa in kaart gebracht. We kijken momenteel wat wij als Europese Commissie als regelgever zouden kunnen doen om mobiele betalingen te stimuleren, om het juiste kader te scheppen in Europa. Met name omdat wij het gevoel hebben dat Europa nogal achter ligt in vergelijking met andere regio's. Er is niet zoveel activiteit momenteel in Europa, mobiel betalingsverkeer, in tegenstelling tot andere werelddelen. En wij zouden graag zien dat dat oppakt. Ik vermoed dat wij binnen een maand of twee met een aantal aanbevelingen gaan komen. Die nou niet direct de vorm zullen nemen van wetgevingsvoorstellen. Want zoals u weet, wetgeving is niet langer ons credo. Ons credo is meer de markt flankeren. Met een goede beleidslijnen komen. En wetgeving alleen als ultimum remedium. Dat zult u ook zien als de nieuwe commissie haar taken gaat aanpakken. De prioriteit zal zeker niet liggen bij wetgeving. Die zal gaan liggen bij het omzetten van de wetgeving die is aangenomen onder het huidige commissiemandaat. Zorgen dat de toepassingen ook inderdaad zodanig zijn dat die wetgeving ook benefits brengt voor de consumers en de economie. En het idee dat we weer met nog een heel pakket nieuwe wetgevende maatregelen gaan komen, dat is absoluut niet aanwezig op het ogenblik in Brussel. Het is veel belangrijker om te zorgen dat de bestaande wetten goed worden toegepast. Dat brengt me ook even nog op SEPA. SEPA, we zijn er natuurlijk nog niet, hè. Het is allemaal wel goed gegaan, redelijk goed. We hebben die deadline toch moeten verlengen met 6 maanden tot 1 augustus... om zeker te zijn dat er niet enorme problemen in het betalingsverkeer zouden ontstaan. We zijn er vrij zeker van op basis van de laatste cijfers dat op 1 augustus SEPA 100% compliant wel zal zijn in Europa. Er is alleen één heel groot probleem. En dat is dat een hoop bedrijven weliswaar voor domestic payments de SEPA keurig hebben ingevoerd, maar voor de cross-border payments absoluut niet klaar zijn. Dan heb ik niet zozeer over Nederland, maar ik zie in landen als Frankrijk en Italië dat de mensen die daar bijvoorbeeld tweede huizen hebben en nu hun nutsrekeningen, de gas, elektriciteit, willen gaan doen via direct debits van hun home account, dat die van die bedrijven in Frankrijk en Italië te horen zeggen, ja, maar je kunt echt geen direct debit doen via een buitenlandse rekening. Dat moet je via een Franse of een Italiaanse rekening doen. Dat is nou net dat issue wat wij nodig hebben om SEPA juist aan de consument te verkopen. En net op het ene punt
blijkt toch weer een heel groot aantal bedrijven te hebben zitten slapen. Ondanks de communicaties die werkelijk heel intensief zijn geweest. Ondanks alle aandacht die er is geweest in de pers. Hebben een aantal bedrijven braaf SEPA ingevoerd voor domestic payments. Maar ze hebben volstrekt niet gedacht aan het feit dat er nogal wat buitenlanders ook in hun landen zitten. Die misschien wel liever hun nutsrekeningen via automatische incasso van hun home payment willen doen. Nou, ik kan u zeggen dat wij daar, we zijn helemaal geen agressieve clubje hoor, daar in Brussel. Maar hier gaan we wel agressief worden. Want dit is natuurlijk onacceptabel. Dat SEPA daar komt, hebben de arme consumenten gedwongen hele lange IBAN-nummers te gaan invoeren. Heel veel kritiek op geweest. Ik kan u wel zeggen dat we ondertussen ook via een studie hebben duidelijk gemaakt dat de benefits van SEPA voor de economie, als u dit hele SEPA-project ziet, 22 miljard euro per jaar bedragen. Dus dat is niet te onderschatten. We verwachten dat 9 miljoen bankrekeningen zullen worden opgeheven, omdat SEPA het hele betaalverkeer gaat simplificeren. We verwachten dat er 9 miljoen bankrekeningen minder nodig zullen zijn in Europa. Dat gaat ook gebeuren, met name aan de bedrijfskant. We kunnen het natuurlijk niet hebben dat er dan een aantal bedrijven zijn die nog altijd denken dat Europa en betaalverkeer een nationale aangelegenheid is. Dus daar zullen wij ongetwijfeld toch een beetje met de harde bijl op gaan inhakken. De Payment Account Directive is een beetje verder weg van betaling als zodanig, maar een heel belangrijk instrument. Dat is in een recordtijd in Brussel door de wetgevingsmachine gegaan. En waarom? Omdat we de burgers gewoon allemaal willen betrekken in het betalingsverkeer. Alle burgers moeten de mogelijkheid hebben om via een bankrekening internet aankopen te kunnen doen, aan e-commerce te kunnen deelnemen. De burgers moeten duidelijkheid hebben over de tarieven die ze moeten betalen. Het werd al genoemd, die richtlijn bevat hele belangrijke bepalingen over de taksen die banken rekenen aan hun klanten voor de diensten die ze aanbieden. We willen dat de burgers de mogelijkheid hebben om die offertes te vergelijken via comparison websites op het internet. En last but not least, we willen ook dat die burgers, als ze ontdekken dat een bepaalde bank betere offers heeft, dat ze kunnen switchen van bankrekening van bank. Niet alleen domestic, maar ook cross-border. Dus dat is in een nutshell, ik ben er klaar mee Hans, wat er allemaal aan de hand is. Last but not least, en daar stop ik echt, dat gaat over dat overleg. Frank had het er al over, het poldermodel. De ERPB, de Euro Retail Payments Board, is een heel goed voorbeeld van waar we naartoe willen in de toekomst. Dat is een breed forum met alle stakeholders, niet alleen de banken, maar ook de consumenten, ook de internetproviders, ook de retailers, in één groep samenzetten en gewoon in een open, transparante wijze de policies bespreken, zodat Europa er beter van wordt. Dat is trouwens ook het geval, tot mijn grote vreugde, binnen de bankensector. Ik heb begrepen dat de European Payment Council, de EPC, ook bezig is met een soort zelfreflectie, om ook te zien hoe zij zich moeten positioneren in alle ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de betalings- en in het bankverkeer. En ook EPC schijnt een richting op te gaan die het ook gaat toelaten aan toekomstige players op de betalingsmarkt om ook in die debatten mee te kunnen doen binnen het kader van de EPC. En ik kan die ontwikkeling alleen maar toejuichen. Dus voilà, dat is wat ik te zeggen had. En ik wens jullie allemaal verder heel veel succes met het WK. Erik Notenboom, ja. Ja. Je begon te zeggen dat je ervan genoot om weer even onder de landgenoten te zijn. Wat een verademing. Prachtige opening. Maar dat betekent dat je hier de rest van de dag blijft, zodat je onder ons bent. Absoluut. En iedereen die jou nog van alles wil vragen, want we zitten een beetje krap in de tijd, kan jou aanklampen, aan het mouwtje trekken. Absoluut. En daar ben je voor vandaag. Ja. Fantastisch. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Erik Notenboom. Dankjewel. Ja. Dankjewel.